Eens even denken. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Zingen jullie graag? Ik wel, hè? Ik drum liever. Dat kietelt. Waarom vroeg je dat? Ja, je maakt me nieuwsgierig. Ja. Heks houdt er helemaal niet van als je zingt. Want dan ben je veel te vrolijk. Gekke heks. Ze had er die dag flink de pest in. De eerste die ik hoor zingen, verander ik in een boom, zei ze. Wat de flauwe keul. Roodkapje liep over het bospad. Ze was op weg naar haar grootmoeder en zo. Oh, zo van, ik ga naar grootmoeder kopjes brengen. In het bos, in het bos. En toen, wat gebeurde er toen? Heks veranderde haar in een boom. Nee, wat zielig van Roodkapje. Ja, ze was in een boom veranderd, maar ze stopte niet met zingen. Dat ze in een zingende boom getoverd? Ja. Ze zong heel mooi en heel hard. Daar zal Heks flink de pest in hebben gehad. Reken maar. Daarom toverde ze de zingende boom snel weer terug in Roodkapje. Die zingt tenminste niet zo hard, zei ze. Wat goed. Ja, dat vindt Spinnetje ook. Zo zie je maar. Je kan maar beter twee keer nadenken voor je iemand betovert. Zo heeft Draak ooit. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.